Je nam gewoon vrienden mee en vervolgens vroeg je aan avond neem vriendinnen mee, zodat je in een groepje was. En ja, dat niet te veel op, niet te veel op je. Sorry dat ik lach, bro. Sorry, nee, man. Ik begrijp het. Het is eigenlijk ook lachwek. Ik ben inmiddels in Almere. In het huis van Ruben. Ruben Schaken, die nu eventjes naar boven loopt. Wait a minute! Ja, bepakt en bezakt ben ik vandaag weer op pad, zoals jullie zien. Ik ben vandaag in Flevoland en om precies te zijn ben ik vandaag in Almere. En in Almere bezoek ik vandaag niemand minder dan de oud profvoetballer Ruben Schaken. Die pijlsnelle aanvaller die het ver schopte, hoor, best wel in zijn carrière. Want hij kwam uit van Feyenoord. Hij debuteerde op 30-jarige leeftijd onder Louis van Gaal bij het Nederlands elftal. Speelde onder meer ook bij VVV Venlo, bij ADO Den Haag en ook bij Sportclub Veendam. Het is misschien ook wel een wonder te noemen dat Ruben Schaken toch nog zo ver schopte in zijn profcarrière. Hij begon bij AZ, maar bij AZ stuurden ze hem weg omdat hij regelmatig blootte. Vervolgens maakte hij de overstap naar Cambuur, maar ook bij Cambuur stuurden ze hem weg omdat hij regelmatig dronk. Maar vervolgens kwam hij zijn reddende engel tegen, oud-trainer Joop Gal. Joop Gal nam hem onder zijn hoede en nam hem mee naar Sportclub Veendam. Daar maakte hij van Ruben een betere voetballer, maar ook een betere prof. Ik ben ontzettend benieuwd naar Ruben's verhaal en ja, jullie gaan het zien vandaag. Drukke agenda heeft Ruben. Ik word weggemaakt. Moenier vlogger 1 uur. Dus NOS opname, cursus Zeist. Ruben is druk bezig, jongen. Ik heb echt geen plan hier, hè? Ik ga niet mee. Sportschoentjes aan, Ruben? Ja, we gaan ervoor. Ja, toch? We gaan ervoor. Je speelt nu bij je? Ik speel bij HBS in Den Haag. HBS, toch? Ja. Den Haag, is het Den Haag? Den Haag, Den Haag. Wanneer speel je weer? Deze week? Wij spelen zondag. Deze wedstrijd tegen EVV. Altijd lastig. EVV. Lekker veld. Nooit van gehoord. EVV. Wat EVV? Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ik weet niet. Waar komen ze vandaan? Ik zou het niet weten. Ze komen naar ons, dus... daarom. Oké. EVV. Lekker veldje, man. Ja, is lekker, hè? Ruben er nog wat van kan. Huts en nevouw, doe normaal en nevouw. Knullen op mijn hoofd en ik space en nevouw. Huts en nevouw, doe normaal en nevouw. Knullen op mijn hoofd en ik space en nevouw. Huts. Doe normaal en nevouw. Wil je jou de best betaalde speler maken? Ja, klopt. En op een sponsoravond of zo iets was dat Joop Gal langs jou kwam staan en die zei van... De nieuwe Mr. Veendam. Ja, klopt. Maar dan voel je niet zo chill, hè? Je bent op de hoogte, jongen. Ja, ik heb lekker mijn huiswerk gedaan. Hij maakte een cynische opmerking. Ik zat er toen al 2,5 jaar. Ja. En hij zei toen van, wil je een foto met de trainer? Ik zei, de trainer wil een foto met Mr. Veendam. Ja. Want ik zie jou over 10 jaar hier nog spelen. En hij bedoelde het cynisch, omdat hij eigenlijk zoiets had van, je bent veel te goed om hier te spelen. Maar hij wilde je prikkelen. Hij wilde me prikkelen en dat is hem gelukt ook. Ja. Want ik kon het helemaal niet dat ik een opmerking maakte. Ik wilde natuurlijk hogerop. Ja. Alleen ik was lui, ik deed er veel te weinig voor. En na die opmerking eigenlijk heeft hij me uitgelegd wat hij ermee bedoelde, maar het kwartje was al gevallen. En toen ben ik gaan investeren in mijn voorzet, in mijn acties nog beter, krachttraining, op mijn voeding letten, ik ging er echt voor leven. En ik ben hem eigenlijk nog steeds dankbaar daarvoor, want toen is eigenlijk ding wakker geworden. Uitgemaakt met de buurt, ik scoorde, we worden met 3-0. Vet toch om te zien, want je bent uiteindelijk ook je 30e debutering voor Oranje. Maar het had ook gewoon heel anders met je af kunnen lopen. Hè? Want eigenlijk in het begin, door je net al aangaf, je blootte af en toe en die dingetjes allemaal. Hè? De clubs waren er niet blij mee en die willen jou eigenlijk liever kwijt dan rijk, kan ik zo zeggen. Ja, klopt. En die jou veel leert. Een betere speler, maar ook een beter prof. En dat je dan uiteindelijk, dan is het toch een knop, denk ik, mentaal. Ja, nee, er is toen echt een knop opgegaan. Kijk, ik heb mijn vader verteld. Ik ben zonder vader opgegroeid en mijn moeder had 5 kinderen, dus ja, voor een hardwerkende vrouw was dat niet makkelijk. Ik was veel op mezelf aangewezen. Kom je af en toe de verkeerde mensen tegen, je bent jong, je bent puber, je gaat verkeerde dingen doen. Dat is niet de ideale start om op te groeien zonder begeleiding, dus dat ging mis. Maar goed, uiteindelijk, wat je al zei, Joop Gal heeft mij geprikkeld en de knop is omgegaan en uiteindelijk heb ik proberen er alsnog alles uit te halen, ook ondanks dat ik al aardig op leeftijd was. Die eerder had gedaan, dat zeg je heel veel. En dan had ik er misschien meer uit nog verder kunnen. Alleen aan de andere kant zeg ik, nee, dingen lopen zoals ze moeten lopen. Ik ben tevreden. Ja. Je moet soms ook gewoon tevreden zijn en blij zijn met de dingen die je hebt meegemaakt. En misschien had ik het dan niet gered als ik in het begin al
niet wist wat falen was. Dus, Hoe heet je klein ook alweer, Ruben? Hoe heet je klein ook alweer? De Fajo. De Fajo. Ah, kijk dat, wat een schatje. Hoe oud is hij? Hij is nu 4,5 maand. 4,5 maand. Je weet, in de voetsporen van jou, hè? Ik hoop het, hij heeft de baby's al, dus ik hoop het. Ja, toch? Hey Ruben, even tussendoor, terwijl jij zo'n potje klaarmaakt. Begonnen? Je geboren in Amsterdam? Nee, helaas niet. Al mijn andere drie kinderen wel. Ja, Amsterdam? Nee, ik zelf wel, ik dacht die kleine. Nee, jij. Ik ben geboren in Amsterdam. Geboren en getogen, absoluut. Oké, Amsterdam-West. Amsterdam-West. Tussen de Marokkanen. Allebei plein. Top, man. Ja. Geschouwd, AZ? Vervolgens AZ, gescout en wel in Amsterdam blijven wonen. Ik heb daar een jaar gespeeld. Vanwege wangedrag op sommige momenten. Ik rookte jointjes die tijd. Nou ja, dat kan niet anders als Amsterdammer. Coffeeshop op elke hoek, zoals je weet. Dus daar is het misgegaan uiteindelijk. Aan de andere kant heel veel van geleerd. Nieuwe kans gekregen bij Cambuur. Ja. Heb ik 3 jaar gezeten en daar ook weer weggestuurd. Tweede keer. Alleen niet voor wangedrag, maar gewoon omdat er een nieuwe trainer kwam met een eigen buitenspeler. Want hoe komt het dan? Want ik zie ik las een interview in de VI. En dan had de journalist geschreven, bij Cambuur ook weggestuurd wegens drankgebruik. Nee. Ik heb wel eens een interview gegeven dat ik daar best wel veel ging stappen. We gingen na overwinningen gewoon lekker de stad in. Leeuwarden is een studentenstad. Mooie meiden toen de tijd, ik weet niet van nu. Dus daar heb ik lekker van genoten natuurlijk. Ik ben weggestuurd omdat er gewoon een nieuwe trainer kwam met een eigen buitenspeler. En wacht even, we hebben Marcel Meulens. Oh, Marcel wel. Die ken je ook wel. Kijken wat hij te melden heeft. Ik denk dat ik om de rebellen ga. Ja, toch? Marcel. Hey, Mr. Eetbek. Hey, trouwens op de speaker, want ik ben met Moenier. Moenier ken jij ook toch? Onze vlogger. Ja. Marcel, jongen. Daar loopt een dagje mee. Ja. Marcel. Oude topscorer. Lekker goaltje, zeg eerlijk, hè. En je bent er zaterdag erbij, hè? Je bent er zaterdag erbij, jongen. Nee, ik was er niet bij. Hij had me verteld dat hij erbij was, dus... Ruben is de enige speler met een eetback in de Eredivisie. Ach, schei uit, jongen. Houd toch op. Jij ook nog steeds op je leeftijd, oude gek. Allemaal. Dat is een eigen speler samen. Ja, samen, ja, jongen. Dat vind ik wel tof. Jij rechts buiten, ik links buiten. Dat vind ik wel tof, jongen, want die zijn eigenlijk ja, toch. Vorig jaar had ik een assistje van Ricky van den Berg, kan ik er nou eentje van jou? Ik hoop het wel, ik ga het best doen. Ik ga het best doen dat jij een goal maakt. Ja, top. Goede wedstrijd. Was natuurlijk wel een iets lager niveau. En dat is hem opgevallen en bijgebleven. En toen hoorde hij of hij las dat ik weg moest bij Cambuur. En dat was zijn moment om mij te bellen en te vragen, kunnen we een gesprek voeren? Nou ja, heel kort gesprek geweest, het klikte gelijk. En hij zegt, ik heb vertrouwen in je en ik wil gewoon in je investeren. En in, er staat een 3-jarig contract voor je klaar, dus in principe was ik daar wel hartstikke content mee. Ja, Joop die heeft jou uiteindelijk een betere voetballer gemaakt, maar ook een betere prof. Klopt, ja. Ook je rookmaatje was het, hè? Je tweede vader en je rookmaatje. Ook nog, ja. Ja, ik rookte toen regelmatig, hoor. Ik was niet een vaste roker, maar we gingen wel eens onder de, zoals ze dat vroeger deden, onder de tribune. Spraken we af en dan meestal was hij er al of ik was er al. En dan rookte we een peukje en dan bespraken we de wedstrijden, de opstellingen. Gaf hij door, mijn rol gaf hij meestal door en dat ging wel altijd onder het genot van een bak koffie en een lekker sigaretje even uitblazen. Ja. Top. Volgens Veendam, succes eigenlijk had ook persoonlijk, want je werd de beste speler van de Jupiler League uitgeroepen. Ja, klopt. Daarmee verdiende je ook een transfer naar VVV. Ja. Aan de ene kant was Joop Gallen niet helemaal blij, maar aan de andere kant juist ook weer wel, omdat je wist van ja, we kunnen je hier niet houden, want je bent gewoon te goed voor Veendam. Ja. Ook trots uiteindelijk? Ja, uiteindelijk wel. Tuurlijk, hij wilde me houden, want hij was trainer. En als je een goede speler kan houden, dan moet je dat altijd doen. Ja. Alleen hij wist natuurlijk wel dat er voor mij misschien wat hoger in petto was. En dat gebeurde. En dan moet ik zeggen dat hij dat wel heel sportief opnam. Mm-hmm. En ook wel, dat gaf voor mij ook wel aan dat hij echt een vaderfiguur was. Niet alleen maar omdat ik voor hem presteerde, maar ook gunde hij me gewoon die stap. En hij heeft me ook netjes gefeliciteerd. Hij is wel de eerste die ik gebeld heb, omdat ik veel aan hem te danken heb. Ik denk, ik wil niet dat hij dat via de media hoort. Dus ik heb toen ook met Allah gesproken. Ik zeg, Allah, ik wil eerst Joop bellen voordat jij een persbericht naar buiten brengt. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik kon hij waarderen en hij heeft me succes gewenst. En vervolgens heeft hij me eigenlijk bij elke club heeft hij me gevolgd. In de Kuip, hij is bij VVV geweest. We speelden nog tegen Veendam toen bestond het nog. Dus ik ben hem altijd tegengekomen en ik heb nog steeds heel goed contact met hem. Ja.
Je leest ook overal van dat het al op vroege, op jonge leeftijd met je mis kon gaan dan. Dan is het uiteindelijk toch echt heel erg knap hoe jij je eigen nog goed op de rails hebt gebracht. Ook mede door Joop Gal natuurlijk. Ja. Maar ook gewoon tot jezelf. Ja, maar ook gewoon, je gaat naar VVV, je maakt vervolgens een droomtransfer naar Feyenoord. Ja. Nederland zelf dan nog, op je 30ste onder Louis van Gaal. Ja, klopt. Wat was dat met Louis? Was het fijn werken? Ja, toppertjes. Ja, de beste trainer. Louis, ja, de beste trainer die je gehad hebt, Louis? Louis wel, ja. Ja, ik denk niet veel verschil met Koeman, maar Louis was wel echt een trainer waar ik heel veel van geleerd heb. Ik wil zelf ook trainer worden. Maar Van Gaal laat niks aan toeval over in een elftal. Hij let overal op. Hij zorgt dat de spelers goed voorbereid zijn. En dan is het aan de spelers om te presteren. Mm-hmm. Maar jij zal hem nooit kunnen verwijten, trainer, dit of dit had je niet aangegeven. Of waarom wist hij dat niet? Hij doet zijn huiswerk echt goed. En dat merkte ik gelijk hoor. Dus hij is met stip de beste. Louis Vergaal, eigenlijk de beste bondscoach hier gehad, om het zo maar te zeggen. En Koeman de beste clubtrainer. Ja, eens. Okay. Ik heb Van Gaal er niet als trainer meegemaakt bij een club. Maar ik denk dat dat hetzelfde is. Alleen als clubtrainer was Koeman wel echt, echt een goeie hoor. Ja, rust uitstralen, winst of verlies maakt hem niks uit. Mm-hmm. Altijd zichzelf en heel veel, die man stond echt boven de groep. Koeman die zei ook destijds een keer tegen jou, van jij kan niet omgaan met succes. Klopt ja, dat? Ja, klopt. Ik had een hele goede band met hem de eerste 2 jaar. Het derde jaar werd ik international en achteraf moet ik hem in sommige dingen gelijk geven. Ik gaf hem wel eens een weerwoord over tactische dingen waar ik het niet mee eens was. Was dan een van de spelers die wel wat durfde te zeggen, mm-hmm. maar wel met respect. Hè, gewoon mm-hmm. Normaal discussiëren. Alleen hij vond wel dat ik veranderd was na dat ik net zo geworden was. En achteraf had hij wel, begreep ik wel wat hij daarmee bedoelde. Mm-hmm. Het was niet in één keer arrogant of zo, maar als je bij het Nederlands elftal vandaan kwam, dan kwam je van een echt, echt top hoog niveau. En bij Feyenoord dacht ik altijd dat het top was, maar er was nog een stap daarboven. De Snijders, de Van Persies, dat was buiten categorie. Nou, daar had ik mee getraind, had ik van geleerd. Dus ik had zoiets van, als ik terug ga bij Feyenoord, ga ik nog harder trainen. Want ik zie dat dit niet de top is, maar je moet nog harder werken. Ik stelde ook heel veel vragen aan die jongens, een beetje als een groepje wil ik niet zeggen hoor, maar gewoon om te... Een leerling eigenlijk, ja, die wat leerling. Vraagt aan de leraar, om het zo maar te zeggen. Ik was 30, ik was ouder dan soms. Ja, dan moet je nagaan, ja. Maar ik was wel nederig. Ik denk van ja, dat kan mij wat schelen, ik kan leren. En dat neem ik gewoon mee bij mijn club. Dus zo gezegd, zo gedaan. En dan kom je bij Feyenoord. En dan ga je spelers nog meer corrigeren dan je daarvoor weet. Omdat jij ziet van, hé, dit is niet de norm van de top. Dit is de norm van de top. Je werd kritischer eigenlijk. Ja, ik was kritischer. En iedereen merkte dat ook. Maar het was alleen maar bedoeld om het team sterker te maken. Alleen goed, ja, je weet dat het niet door iedereen in dank wordt afgenomen natuurlijk. Maar goed, om op Koeman terug te komen. Ik moet hem achteraf wel gelijk geven. Ik snapte wat hij bedoelde. Ja. En hij had gewoon gelijk. Dus ik kan wel bij de hand gaan doen. Maar het klopte gewoon. Wat je zelf ook gezegd en geschreven had, je ging structureel vreemd bij je ex-vrouw. Ja, kwam dat ook mede door gewoon het succes? Gewoon... Ja, de roem, de succes. Ik kon niet mee omgaan op een gegeven moment. In het begin wel. Je krijgt heel veel berichten, je krijgt heel veel weer afspreken, weer dit, weer dat. Je gaat uit, je ontmoet mensen, nou ja, ze kennen je. Je hebt een bepaalde status en op een gegeven moment... Wordt de verleiding niet te groot? De verleiding werd te groot, maar ook omdat ik het ook zelf opzocht. Want dat was wel, je voetbalt onder druk, topsport, en je moet presteren. En ik zeg altijd, als je topsport doet, moet je ook een uitlaatklep hebben. Ja. Alleen zoek het dan lekker thuis in de PlayStation of in de anders. En ik zocht het in uitgaans gebeuren. En als je uitgaat, dan ben je overgeleverd aan de duivel, zeg ik altijd. En dat gebeurde ook. En daar is het misgegaan voor mij. Wel van geleerd natuurlijk, altijd weer achteraf. Dat is wel jammer, maar ja, dat is het leven. Hè? Als je het van tevoren weet, dan doe je dingen niet. Dus dat maakt het leven zo mooi. Maar goed, dat was wel een negatief ding. Ja, maar je had toch... Maar ik las ook van, je pakt het ook echt structureel aan. Of in ieder geval, je pakt het aan van, je dacht van, hey, ik ga niet alleen met een chickie eten, want ze herkennen je. Ruben Schaken, dan denkt van, hey, is ze getrouwd, wat doet hij hier alleen met een vrouw? Je nam gewoon vrienden mee en vervolgens vroeg je aan van, neem vriendinnen mee, zodat je in een groepje was. En dat niet te veel op je. Ja. Sorry dat ik lach, bro. Sorry, nee, ik begrijp het. Het is eigenlijk ook lachwekkend. Alleen, kijk, als je ergens voor kiest wat niet goed is, ik ben natuurlijk geen domme jongen. Je weet wel waar je mee bezig bent. Ja.
En je kan niet met een vriendinnetje ergens in een restaurant lekker gaan eten. Nee. En je bent bekend, komen er als mensen, mag ik op de foto en dat soort dingetjes. En die zien dan in één keer, wacht eventjes, dus een vrouw is toch bruin? Is toch een donker meisje, terwijl je daar met een blondje zit bijvoorbeeld. Hmm. Dan deed ik dat, zoals je dat mooi zegt, wel gestructureerd natuurlijk. Ik ben er niet trots op. Nee. En ik heb er ook van geleerd. Alleen aan de andere kant, ja, je grijpt de omstandigheden aan eigenlijk. En je vergeet eigenlijk wat belangrijk is en hoe het eigenlijk hoort. Je gaat gewoon mee, je wordt geleefd, je gaat mee in de stroming van het profvoetballen en de status. Dus ja, dat was gewoon, wat ik net al zei, was gewoon fout. Ruben, je wat huiswerk kan maken? Ja, jongen, dit hoort er ook allemaal bij, hè? Opleidingslijst. Ja, toch? Want wat je net al aangaf, je wil ook trainer worden? Ja, klopt. Hoe lang duurt zo'n opleiding? Kleine 3,5 maanden tot 4 maanden. Okay. Dus in december heb ik mijn diploma als ik alles zou doen. Ja. Is een versnelde cursus voor ex-profs. Dus ik zit met allemaal medestudenten. En dat zijn allemaal ex-profs. Flink boek, wat je door... Ja, zwaar materiaal hoor, dit. Zwaar stof. Openbaar. Bij een schoolboek, hè? Is echt een schoolboek. Je zit echt in de klas als student. Trauma's. Je moet op tijd komen. Dus ik krijg trauma's, man. Schoolboek, ja. Even serieus, man. Dat was voor mij, bijna hoe lang? Dat was 20 jaar geleden voor het laatst. Ja. En dan moet je naar de meester luisteren. Ik zei vroeger altijd, ik verdien 5 keer zoveel als de meester. Ik ga dan naar de meester luisteren. Klinkt heel arrogant, maar zo dacht ik toen ik jong was. Eigenlijk als je dan een diploma hebt, hè? Hoe zie je het dan voor je? Hoe? Ik ben nu hoofdtrainer van de onder 17-1 bij SV Lelystad. Ik wil heel graag met jeugd werken, vind ik leuk. Ja. En ik denk dat deze opleiding me gaat helpen om bepaalde zaken nog beter te kunnen doen. Vooral organisatorisch natuurlijk. Ja. Trainer zijn is één, maar je bent coach, dus je moet ook letten op de randzaken en dergelijke. Dus daar wil ik me in verbeteren en daar wil ik mee aan de slag. Om dat hopelijk bij BVO te doen. En als het me echt bevalt, dan ga ik misschien kijken naar coachbetaald voetbal, maar dat is nog heel ver weg. Mm-hmm. Ik wil eerst plezier vinden in jongens trainen. Ja. Ik merk bij mijn kinderen dat het me wel ligt, dat ze het oppakken, dat ik er wel de gave voor heb om spelers te kunnen prikkelen, om beter te worden. Ja, Ruben Schaken over 10 jaar. 10 jaar? Ja, wat zien jullie jezelf dan staan? Hoe oud ben je? Ik ben nu 36. Ben je 46? Hoe, 46, ja. Dan ben ik, heb ik als het goed is mijn diploma al. Ja. Dat is wel de bedoeling. Ja, bij mij kan het twee kanten op. Of ik word hoofdtrainer ergens bij een BVO. Of ik word technisch directeur, dat ligt me ook wel. Ja. Ik heb zelf bedrijven, ik ben goed in zaken doen, heb ik gemerkt. Ik heb ook verstand van zaken. En ik denk wel dat ik een club zou kunnen leiden met aankoopbeleid van spelers. Dus dat zou ook een dingetje kunnen zijn. Of dus hoofdtrainer, dus het kan bij mij twee kanten op. En een hoofdtrainer, als je een club mag kiezen? Ja, Feyenoord, hè. Feyenoord. Ja, je bent gewoon echt een Feyenoorder, beter. Gewoon, ik ben echt een Amsterdamse Feyenoorder. Maar ben je dat geworden toen je naar Feyenoord ging? Of was je dat voorheen al? Ik vond het voorheen al echt een prachtige club. Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik daarvoor al Feyenoorder was. Om sympathie te wekken, dat gaan we niet doen. Ik was niet voor Feyenoord. Had je wel iets met Ajax? Want je bent opgegroeid in Amsterdam. Ik heb bij Ajax gespeeld. Alleen ik had niet echt dat ik Ajax supporter was of Ajax fan was. Maar ik vind het wel een mooie club, nog steeds natuurlijk. Als je uit Amsterdam komt is dat logisch. Ja. Maar toen heb ik in de andere keuken mogen kijken, 5 jaar lang. En dan zie je, als ik heel eerlijk ben, wat echte clubliefde is. En met wat voor passie. Je zei het net al mooi dat je het interessant vindt om supporters te volgen. Ja. Als ik een tip mag geven, pak een supporter van Feyenoord. En je zal zien wat echte clubliefde is. En dat moet ik eerlijk toegeven. Dat heb je bij Ajax natuurlijk veel liever. Voor Feyenoord of je mooiste wedstrijd? Mooiste wedstrijd was PSV thuis, denk ik. Dat stond ik op Willems. Ja, ik scoorde. Ik stond op Jetro Willems. Die duwde je eventjes op de zijlijn, juist. Op de achterlijn nog even weg. Om vervolgens in de korte hoek mijn link binnen te schieten. Je bent weer goed op de hoogte. Ik kan me het voor de dag nog halen. Schaken. Schaken. Oh, Willems, wat laat je hier makkelijk wegzetten. Schaken zelf. 2-0 voor Feyenoord. Shit, in Nederland zelf al nu beschaken. Ja, hierachter woont hij. Prachtige huis van Ruben Schaken. Ik rij zo meteen met hem mee richting Zeist. Want daar moet Ruben de trainingscursus gaan volgen. Dus ik rij met hem mee en ondertussen zal ik hem
En nog wat dingen vragen, wat leuke anekdotes nog weer omhoog halen. Kortom, wat leuke gesprekjes allemaal. En, ja, leuk. Echt, ik bewonder Ruben echt op heel veel gebieden. Al in een paar uur tijd dat ik nu bij hem ben. Ja, echt een topgozer. Dan meen ik echt oprecht aan mijn hart. Echt een topgozer. Iemand die echt geknokt heeft om zichzelf weer op de rails te brengen. En het uiterste uit zijn voetbalcarrière te halen. En dat resulteert in een prachtig huis, zoals je ziet. Een hele dikke auto, zoals jullie ook ziet. Mooie Porsche. Maar allemaal verdiend, want die jongen heeft er keihard voor geknokt. En ja, een heel open, loyaal mens leren kennen. En ja, ik ben dankbaar. Ik zeg je heel eerlijk, ik ben dankbaar dat ik Ruben vandaag mag volgen. Ik zie jullie zo in de auto bij Ruben Schaken. Ik ben onderweg, rijden voor die cash, ik kan never broke zijn. Beter blijf bij de les en zet je focus op stacks. We blijven rennen voor cash tot we dood zijn. Je kan me vinden in de trap, whip it fast, hoe ik splash in die water voor die cash. Fuck je taart, ik ben de cast, breng je flake zonder cast. Hoi, ik moet op in de Ruben, onderweg, terug naar Zeist toch? Ja jongen, we gaan weer naar de cursus, het is weer zover. Even tussendoor ook, hè? Wie wordt de landskampioen dit seizoen? Moeilijk om te zeggen, man. Ik denk PSV. Ja, PSV? Ja. Beste team, beste voorhoede, scoren heel veel, makkelijk. Ook weer tegen Ajax heb je het gezien. Ja, zo. Die wel een lichte voorsprong. Dus goede trainer van Bommel, eerlijk gezien. Dus ik denk PSV. Oké, wie degradeert er? Altijd spannend, maar we gaan sowieso niet voor mijn oude club. Ik denk de Graafschap. Ja? Rechtstreeks? Ik denk rechtstreeks. Ja. Beste speler waar jij mee gespeeld hebt? Mee samen in het team gespeeld hebt? Wesley Sneijder. Sneijder? Ja. Bij Nederland zelf al? Bij Nederland zelf. En bij clubs? Bij Feyenoord, Graziano Pelle. Pelle, ja. Allerbeste. Machine, hè? Ja, monster. Echt een monster. Maar wat mooi is gewoon, want... Mooi is gewoon, niemand had verwacht hè, toen hij kwam. Nee. Ik weet nog goed dat ze bij Voetbal International hem afmaakten, hem helemaal uitlachten. Ja, dat is ook heerlijk als spits zijn als je zo eruit kan nemen. Ja, absoluut. Kijk, hij begon bij AZ in Nederland. Ja, hem leren kennen. Nou ja, scoorde niet veel, speelde niet altijd. Was nog jong, dus moest heel veel leren. Maar hij kwam wel als een kerel terug bij Feyenoord. Mm. En wij hebben er heel veel plezier aan beleefd. Hij heeft zich echt ingeschoten, ook goede wedstrijden gespeeld. Voor mij was het heerlijk, want als ik voorgaf, dan stond hij er. Ik heb echt, ik denk wel meer dan 30 assists op een gegeven moment in 3 jaar tijd. Ja, gewoon een genot om mee te spelen. En een mooi mens ook. Echt Okay. En de beste tegenstander waar je tegen speelt? Hè? Gewoon een back die waarvan je dacht, oh, wat ben jij een teringleidertje vandaag? Gewoon die echt... Mitchell Dax. Mitchell Dax. Ja, met stip. Gewoon, ik heb goede backs gespeeld. Alleen Mitchell Dax, als ik het even op de Nederlandse velden, is gewoon groot, sterk. Ik ben klein van stuk. Hij gooit heel veel fysiek in de strijd. En gebruikt handen en voeten, dus net geen overtreding. Hij brengt de scheidsrechters in twijfel. Ik heb tegen hem wel, ik denk, 1 keer echt een zware pot om te spelen. Thuis bij Den Haag. Dus als ik iemand moet noemen, is dat echt wel een... Mitchell Dax. Ja, ook een Ruben. Als je kijkt naar de generatie voetballers van toen, waar jij mee speelde. Ja. En de generatie van nu, merk je een bepaalde verschil? Bepaald, als ik jou mag vragen, de verschillen daartussen? Generatie nu is, zeg je dat, toch wel iets meer op geld belust. Maar dat komt ook weer door de markt. Ja. Wel nog steeds aantrekkelijk, de bedragen worden steeds hoger. Ja. Wat me opvalt is dat spelers steeds sneller naar het buitenland gaan. Jonge spelers. Ja. In mijn tijd is het overdreven.
Ja, hier in Zeist. Ik neem zaterdag, want zaterdag speel ik weer mee met FC de Rebellen. Dan speelt Ruben Schaak ook weer mee. Dan ja, neem ik even goed afscheid van hem. Een goede outro. Want hij moest haasten, want hij is al gone. Hij was een beetje aan de late kant. Dus hij moest rennen. Maar ja, Leo kost wel wat andere oud profvoetballer. Die kwam ook pas net aan. Dus ik denk wel dat hij het gered heeft. Ja, nogmaals, Ruben Schaken, echt, ik ben erg onder de indruk van zijn verhaal en van ja, zijn persoonlijkheid. En het is ook een heel inspirerend persoon, vind ik. En ja, vet. Ik vind het vet. Ik vind het vet om zo met die jongens ja, een beetje op te trekken. En ja, gewoon nieuwsgierigheid naar, naar hun verhaal. Naar hun ja, dagelijkse dingen nu. Ja, mooi. In ieder geval. Ik ga het hier ook eventjes bij laten. En de outro gaan jullie zien. In Halsteren bij FC de Rebellen. Doei doei. Star, a rock star, trying to skirt off in that fast car, like NASCAR. Girl, you know I got a cold heart. If I would give it to you, would you tear that shit apart? Red.